Vanmorgen gaan wij het met elkaar hebben over macht. Het is het volgende blokje wat we willen toevoegen aan deze kijkwijze. Daar hebben we een beetje van afgepikt. En opnieuw een symbool erbij dat we er vanmorgen bij gaan hangen. Het is een vuist. Met onze vuist proberen we nogal eens macht te laten zien. Jongens en meisjes, ik ben sterk, hè? En dan doe je zo, hè? Met je vuist omhoog. Nou, daarmee wil je eigenlijk je macht laten zien. En daar gaan we het vanmorgen met elkaar over hebben. Want macht kan heel goed zijn, maar macht kan ook heel verkeerd gebruikt worden. Macht wordt wel omschreven als het vermogen van personen of groepen om andere personen of groepen de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van de ander in. Ik zeg het nog een keertje. Macht wordt wel omschreven als het vermogen van personen of groepen om aan andere personen of groepen de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van de ander in. Binnen de sociale psychologie wordt macht op verschillende manieren onderscheiden. En het kan ons helpen om daar even over na te denken vanmorgen. Je hebt allereerst macht die voortkomt uit een positie. Dat is positionele macht. Iemand heeft bijvoorbeeld een positie, iemand heeft een functie. En omdat iemand die functie heeft, omdat iemand die positie heeft, heeft die persoon ook macht. Denk bijvoorbeeld aan een politieagent, jongens en meiden. Dat is iemand, dat is een gezagsdrager. Althans, zo hoor je hem te erkennen. Het is een gezagsdrager. En vanuit zijn functie, vanuit zijn positie, heeft hij macht om dingen te doen. Om iemand te arresteren, iemand aan te houden. Hij heeft bevoegdheden. Macht. En als zo iemand zijn jasje uittrekt en zijn bed afdoet en niet in functie is, dan heeft zo iemand niet datzelfde gezag, niet diezelfde macht. Dat is positionele macht. Het tweede is referentiemacht. Dat is gezag, macht, omdat andere mensen jou bewonderen. Dat kan zijn, je ziet dat bijvoorbeeld bij filmsterren of bij sporters, die denken ineens macht te hebben. Waarom? Omdat ze een grote groep mensen hebben die hen eigenlijk in die positie brengt. Als een popster bijvoorbeeld, of een zanger of een filmster, als die dan iets zegt, nou ja, dan ineens luisteren duizenden of misschien wel miljoenen aanhangers over de hele wereld, die luisteren daarnaar. Dat is referentiemacht. En die macht, die is vooral gebaseerd op emoties. Mensen verbinden zich op een emotionele manier aan de ander. En daardoor heeft iemand ineens gezag of macht. Als derde is er deskundigheidsmacht. Dat gaat ook weer over een toegekende macht. Want personen kennen macht toe aan bijvoorbeeld iemand die veel deskundigheid heeft. Denk bijvoorbeeld aan een wetenschapper, een professor. Dan krijg je professor Huppel de Pup en die gaat een lezing houden. En dan zit de zaal en die luisteren naar iemand omdat hij gezag heeft. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan, heeft feiten naar boven gebracht, heeft kennis verzameld. En dat is ineens macht. Wetenschap heeft macht. En als vierde heb je de informatiemacht. Daar worden mensen beïnvloed door informatie die ze krijgen. Nou, een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de media. Ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt. Ik heb het zelf wel een keer meegemaakt. Een journalist kan je maken of breken. Die kan iets positiefs over je schrijven of iets negatiefs over je schrijven. Hij kan het gekleurd schrijven. Maar vervolgens zijn er wel heel veel mensen die dat zien of die dat lezen. En dat kan een positieve of een negatieve wending krijgen. Dat is informatiemacht. Macht ligt eigenlijk dan in de handen van de persoon die de informatie levert. De laatste vorm die ik hier wil noemen is macht als middelenmacht. Nou, bijvoorbeeld als jij geld nodig hebt, ga je naar de bank, dan krijgt die bank ineens macht over jou. Want ze stelt middelen beschikbaar. Of je gaat naar iemand toe en je vraagt iemand om hulp en die ander die helpt jou
En vervolgens ontstaat er een soort invloed. Macht. Dat kan meer of dat kan minder zijn. En afhankelijkheid tussen personen. Nou, zomaar wat voorbeelden van hoe macht in het leven zomaar kan functioneren en hoe er allerlei machtsstructuren zijn onder mensen. En laat ik meteen maar zeggen dat macht op zich niet verkeerd is. En sommige mensen hebben een hekel aan macht. En sommige mensen willen zich verzetten tegen elke vorm van macht, maar dat heeft vaak te maken met het misbruiken van macht. Maar laten we aan het begin van deze dienst vaststellen dat macht niet verkeerd is op zich. Dat macht onderdeel uitmaakt van de structuren die er in deze samenleving zijn. Als macht in verkeerde handen komt, als macht met de verkeerde intenties wordt gebruikt, dan kan macht ineens heel erg beschadigend, desastreus zijn. Daarom is het heel belangrijk om ook vanmorgen eens te kijken, hoe heeft God eigenlijk macht bedoeld? En dan moeten we helemaal terug naar het begin van de wereldgeschiedenis, helemaal naar de schepping van de mens, want daar zien we dat God al meteen iets met macht doet. Kijk maar even met me mee. Er staat in Genesis 1 vers 26, laten wij mensen maken naar ons beeld. Dat is wat God zegt, laten we mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En meteen volgt erachteraan, laat zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Dus God gaf de mens meteen macht. Macht om te heersen over de vissen, over de vogels, over de dieren, over de complete schepping. De mens kreeg zelfs de opdracht om de aarde te onderwerpen. Vers 28, Genesis 1 vers 28, de Bijbel zegt daar, en God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren die over de aarde kruipen. Het is belangrijk om te weten, God heeft niet de schepping tot stand gebracht als een soort klok en die heeft hij opgewonden. En die klok die loopt nu gewoon automatisch vanzelf af, daar heb je verder geen invloed meer op. Nee, God heeft de mens in die schepping een plek gegeven in een positie waar die mens invloed kan uitoefenen op haar omgeving, ja zelfs op de hele schepping. En dat geeft macht. Dat geeft bevoegdheid. Dat geeft invloed. Juist in het goed omgaan met macht, met de verantwoordelijkheid die God aan de mens heeft gegeven, kon de mens laten zien dat zij als twee druppels water op de schepper leek. Dat ze net als de schepper verantwoordelijkheid kon dragen voor de schepping. De Bijbel zegt in Genesis 2 vers 15, de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Verantwoordelijkheid legde God bij de mens om er iets mee te gaan doen. De mens kreeg de bevoegdheid. De mens kreeg macht in handen. Onder de autoriteit van God om te heersen en dienstbaar te zijn aan de schepping. Om het goede wat er in de schepping zit, om dat te ontwikkelen, om dat te bebouwen, om dat te bewaren, om dat niet kwijt te raken. Om het mooie wat er in de schepping is naar boven te halen. Om daarvan te genieten. Om God de eer te geven. Zo heeft God macht bedoeld. God gaf de mens macht om hem te eren en de schepping te dienen. Maar al snel ging het mis. Al snel ging het mis. De verpersoonlijking van misbruik van macht kwam naar de mens toe. De Satan. Hij was een engel. En ik weet niet, u hoeft er ook niet zo heel veel zelf in te verdiepen wie de Satan is hoor, want dat is helemaal niet zo, moet er maar niet te veel tijd en aandacht geven. Maar het is wel goed om te weten dat er een machtsstrijd heeft plaatsgevonden voordat Satan tot een mens kwam. Toen heeft hij al geprobeerd de macht in de hemel te pakken te krijgen. En daar is eigenlijk het machtsmisbruik begonnen. Satan, die als engel bedoeld wordt om God de eer te geven en om hem te loven en te prijzen, die gevallen engel, die engel daar zo, die probeerde de macht van God in te nemen. Hij wilde niet onder God zijn, maar hij wilde boven God zijn. En daar is het allemaal al begonnen met het machtsmisbruik. Hij wilde de macht naar zich toe trekken.
Maar God greep in. Hij zegt, zo hebben we het niet afgesproken. En God wierp de Satan uit de hemel. En toen Satan het van God niet kon winnen, toen heeft hij zich gericht op de mens. De mens was tenslotte een beelddrager van God, want God had gezegd dat hij de mens naar zijn beeld zou scheppen. En bij de mens had de Satan meer succes. Dat misbruik wat hem in de hemel niet gelukt was, dat naar de macht grijpen van God, wat hem in de hemel niet was gelukt, dat probeerde hij vervolgens op de aarde bij de mens en de mens luisterde. En hij loog. Kijk maar eens mee wat er staat in Genesis 3, vers 4 en 5. Hij zei, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Jongens, Adam, Eva, jullie kunnen veel meer macht hebben dan dat je nu denkt. Jullie kunnen zelf God zijn. Dat was de leugen waarmee de Satan naar de mens toe kwam. Jullie kunnen het goed en het kwaad kennen. Waarom ben je ondergeschikt aan de schepper? Waarom zou je niet zelf God zijn? Waarom zou je zelf niet de Allerhoogste zijn? Waarom zou je die macht van God niet naar je toe trekken? Je kunt toch zelf God zijn? En wat deed de mens? Ze gehoorzaamde. En toen dat gebeurde, dat was veel meer dan het eten van een appel, lieve mensen. Soms wordt dat een beetje weggemoffeld, zeg maar. Maar wat daar gebeurde, was een hele diepe werkelijkheid. Want op het moment dat de mens gehoorzaamde aan dit machtsmisbruik, werd de macht ontrokken aan God en werd die overgedragen aan de Satan. De mens stelde zich onder de macht van deze leugenaar. Door gehoor te geven aan de leugen van de Satan, ontrok de mens de van God gekregen macht aan Gods autoriteit. En ze gaf die in handen van de leugenaar, de aardse leugenaar. Satan kreeg de macht in handen. En de gevolgen waren meteen zichtbaar. Aangrijpend, toen Satan de macht in handen kreeg, leidde dan als een spoor de schepping binnen. Gevouwen handen om God te aanbidden. En geheven handen om God de lof te brengen, werden gebalde vuisten. De een ging boven de ander staan. Jaloersheid kwam de schepping binnen. En Kaïn misbruikt zijn macht om Abel dood te slaan. De eerste kinderen van Adam en Eva. Ze slaan elkaar dood. Aangrijpend. Wat een machtsmisbruik. In het begin van Gods schepping. Het begon allemaal met het geloven in de leugen van de Satan. Het is voor ons heel lastig om macht te zien zoals God het bedoeld heeft. Want we leven in een wereld waar macht vaak misbruikt wordt tot eigen voordeel. Mensen gebruiken macht als een instrument voor zichzelf. Niet de wil van God, maar de wil van een mens wordt de leidraad voor gezag. Kijk maar in de geschiedenis van de mensheid zoals je die leest in de Bijbel, maar je ziet het tot op de dag van vandaag in onze samenleving en wereldwijd terugkomen. Niet de wil van God, maar de wil van de mens. Wat wij ervan vinden, dat wordt de leidraad voor gezag. En je ziet dat heel duidelijk in het publieke domein. Politieke leiders bijvoorbeeld laten zich niet langer meer leiden door het woord van God, maar het is wat de publieke opinie ervan vindt. En dat wordt als een macht opgelegd aan iedereen. Dat moeten wij met elkaar allemaal zo vinden. En je ziet het ook gewoon in deze samenleving, je ziet het om onderwerpen als seksualiteit, homoseksualiteit. Je ziet dat niet meer wat God ervan vindt, maar wat we er met elkaar van vinden, dat wordt opgelegd en dominant aan iedereen verkondigd. Dat moet je zo vinden. En hoe weet je als je het anders vindt. God heeft niet meer het gezag, maar je ziet gewoon dat de algemene mening gezaghebbend is geworden. Waarom? Omdat we de lijn van God losgelaten hebben. Denk aan werkgevers, die bedoeld zijn om werknemers ruimte te geven om in het onderhoud van hun gezin te voorzien. Toen we het over werk hebben gehad, hebben we het daar ook over gehad. En de bedoeling om met arbeidskracht de schepping tot zijn doel te laten komen, ja, dat is al een heel eind verdwenen als je ziet dat alles om economisch belang gaat. En mensen worden uitgebuit als productiemachines.
Je ziet hoe macht gebruikt wordt door wetenschappers. Wetenschap is macht geworden. Wat de wetenschappers bepalen, dat is gewoon wet. En dat de wetenschap om de zoveel tijd toch ook weer verandert. En een nieuwe inzicht te komen. En soms dingen die jarenlang stellig verkondigd zijn als de enige waarheid in het leven. En dan vervolgens, ja, komen wetenschappers toch tot andere inzichten. Nee, maar wij moeten ons wel onderwerpen aan de wet van de wetenschap. En in de relatie wat dichterbij tussen ouders en kinderen. Gezagsverhoudingen in de samenleving. Heel dichtbij de macht van ouders over kinderen die we van God gekregen hebben. In de opvoeding. Ouders die hun macht helemaal niet meer zien en vervolgens maar alles laten lopen zoals het is. En kinderen maar gewoon alles laten doen wat ze leuk vinden. En aan de andere kant zie je ook ouders die hun kinderen manipuleren, onder druk zetten, beschadigen. En kinderen die het gezag van ouders niet meer accepteren. Zeggen we, ja, je kan zoveel zeggen. Piet, zeggen ze dan tegen hun vader. Piet, je kan zoveel zeggen. Dan moet je zelf maar weten of je je kinderen aanleert om de voornaam van jezelf te noemen. Maar de gezagsverhoudingen zijn soms heel ver zoek. Het zijn wel patronen die God ons gegeven heeft in de schepping, maar die misbruikt worden. En kinderen die het gezag van ouders niet meer accepteren. Moeten we eens gaan spreken vanuit de Nederlandse cultuur. Zijn wij wat dat betreft heel erg vlak geworden en heel tolerant geworden. Maar je moet eens gaan praten in de Afrikaanse cultuur over gezagsverhouding. Of in de Surinaamse cultuur. Dan krijg je wel een lesje over gezagsverhouding. Ik zeg niet dat alles goed is, want het kan ook weer misbruikt worden. Maar het respect tussen ouders en kinderen en bijvoorbeeld grootouders. Daar heb ik onlangs wel weer een prachtig lesje van geleerd toen ik met mijn broeder uit Cameroen in gesprek was. Die vertelde mij hoe dat gewoon in zijn familieverbanden speelt. Prachtig. Dan denk ik, ja, dit zijn hele mooie gezagsverhoudingen zoals God die ook gewoon in de schepping heeft gelegd. Maar je ziet het rond je heen gebeuren, hoe dat allemaal weggedrukt wordt. Macht is een instrument geworden om niet de wil van God, maar om onze eigen wil aan anderen op te leggen. Het is een afgod geworden om aan onze eigen doelen, aan onze eigen pleziertjes te voldoen en om die te realiseren. We gebruiken macht om zelf rijk te worden, ons te verrijken ten opzichte van anderen. We gebruiken macht om een betere positie te krijgen ten koste van anderen. En we zien de schade rond ons heen. De wereld gaat kapot aan machtsmisbruik. Nou, de Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die hun macht misbruiken. Maar ik heb vanmorgen een gedeelte gelezen van Haman. De geschiedenis van Haman. Hij krijgt een belangrijke positie aan het hof van de koning van Perzië. De Bijbel zegt in Esther 3 vers 1 en 2. En laten we dat stukje maar eens even doorgaan. Want we kunnen daar een aantal belangrijke lessen uit leren. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, groot. En hij verhoogde hem en hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Moet je eens kijken hoe dat hier staat beschreven. Haman wordt groot en hij wordt hoog. Haman wordt groot en Haman wordt hoog. Nou, dat is een uitstekende valkuil van machtsmisbruik. Als je groot wordt, dan ben je hoger. Pas op. Hoe groter je positie, hoe groter je invloed. Hoe hoger je positie, hoe meer je invloed, hoe groter ook het risico van machtsmisbruik wordt. En alle mensen buigen voor Haman. Maar het is niet genoeg. Want die ene Jood, Mordechai, die bij zijn tocht door de stad weigert om voor hem te buigen, dat zit Haman dwars. Dat al die mensen voor hem buigen, dat vindt hij allemaal prachtig. Maar er is er nog eentje en die doet het niet. En dat is nou precies het probleem. Dat is nou precies wat deze Haman triggert. Hij denkt, ja, die ene man, die zal ik er ook nog onder krijgen. Die moet ook luisteren naar mij. Die moet ook mij aanbidden. Desnoods via een wet.
dan zal ik het op een formele manier proberen te regelen, op een nette manier proberen te regelen. En ik zal het hele politieke apparaat van Ahasveros, dat zal ik erbij gaan gebruiken om uiteindelijk maar een wet uit te vaardigen. En ik vind het eigenlijk te min om alleen Mordechai aan te pakken, dus ik ga het hele volk aanpakken. Dan zal ik laten zien dat ik macht en bevoegdheid heb om dat hele volk uit te schakelen. Alle Joden in het koninkrijk zullen omgebracht moeten worden. Haman is bereid om alles op te offeren op het altaar van de macht. Om zelf de eer te krijgen. Om zijn egoïstische gevoelens te stillen. Haman geniet van zijn macht. Hij denkt dat hij alles goed geregeld heeft. Maar hij vergeet de rol van koningin Esther. Esther is namelijk Joods, maar dat weet hij niet. En Esther is zeer geliefd bij de koning. Esther hoort van Mordechai wat de plannen van Haman zijn. Mordechai wijst dan Esther op haar positie en haar macht om dat te veranderen. Het is heel indrukwekkend. Waar Haman zijn macht misbruikt, is er een vrouw aan het hof. De vrouw van de koning van Ahasveros heeft ook een belangrijke positie. Heeft ook veel invloed. En Mordechai wijst dan Esther op haar positie en haar macht en haar invloed. En hij zegt, Esther, denk eens goed na, jij bent in een positie waarin jij hier iets aan kan doen. En dat zegt hij, kijk maar even met me mee, Esther 4 vers 13 tot 14, daar staat, beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Ik vind dat een hele indrukwekkende zin. Toen ik erover nadacht, dat Mordechai dan zegt, en wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid bent gekomen. Dat is eigenlijk iets wat we ons allemaal wel te harte mogen nemen. Misschien heeft God jou op deze tijd, in deze omstandigheden, op die positie gezet, waardoor jij iets goeds kunt verrichten ten opzichte van het leven van andere mensen. En dan ga je macht ten goede aanwenden. Heel indrukwekkend. Terwijl Haman bezig is met zijn eigen ik, zegt Mordechai tegen Esther, Esther, jij zit daar wel op die positie, maar denk niet dat je daar veilig bent. Jij bent op die positie gekomen om iets goeds te doen. En gebruik nu je macht en je invloed om dat aan te wenden om een volk in het leven te houden. En hoewel het niet de gewoonte was dat een vrouw op eigen verzoek bij de koning kwam, gebruikte Esther haar macht en invloed om de koning en Haman daarbij uit te nodigen voor een maaltijd. Je kunt het allemaal lezen in hoofdstuk 5. Esther gebruikt haar macht ten goede, terwijl Haman steeds vaster komt te zitten in het net van machtsmisbruik. Hij is zo kwaad op Mordechai dat hij een galg laat maken om hem daaraan te hangen. Hij zegt, als ik de kans krijg, hang ik hem aan de galg. 'S Nachts kan de koning niet slapen en hij laat voorlezen uit de geschiedenisboeken. Dan hoort hij hoe Mordechai in het verleden een aanslag heeft weten te voorkomen op de koning. En de koning vraagt dan of Mordechai eigenlijk wel een beloning heeft gekregen. Of hij wel geëerd is voor wat hij gezegd heeft, voor wat hij gedaan heeft. Heeft het leven van de koning gespaard. Is hij daar ooit voor beloond? Heeft hij er wel een lintje voor gekregen? Nou, dat was nog niet gebeurd. Dus vraagt de koning aan Haman, die dan vervolgens daar binnenkomt. Het is eigenlijk, ja, die geschiedenis leest, hè? Dan komt Haman, die komt daar binnen en dan zegt de koning, wat zal ik doen aan degene die ik gunst en eer wil bewijzen? Ha, denkt Haman, dat ben ik. Dat ben ik, natuurlijk. Ik ben de enige in het hele rijk die de koning eer wil bewijzen. Dus hij gaat nog eens even, hij trekt zijn jasje mooi recht. Hij zegt, u moet die man de mooiste kleren geven. Hij noemde nog net niet zijn eigen maat. En hij zei, u moet hem laten rijden op uw paard. En dan moet hij rondgeleid worden door de stad. En dan moeten alle mensen zich voor hem buigen. En hij zag de film al voor zich. Daar gaat Haman.
En alle mensen zullen zich voor hem buigen. Prachtig, dat ziet hij helemaal voor zich. En de koning zegt, dat is een goed plan. Haman staat helemaal perplex. En wat overkomt het nou? Maar hij moet het doen. Dat is een wet van de koning. En inderdaad, hij gaat die vernederende tocht met Haman op dat paard in die kleren van de... Mordechai op dat paard met die kleren van de koning aan. En Haman die loopt ernaast. En alle mensen buigen voor Mordechai. Nou, je snapt wel dat die man de frustratie gewoon... Dat borrelt op en dan, ja, van... Nou, hij gaat na afloop van dat hele gebeuren, gaat hij naar huis toe en dan... Nou, dan komt de boel eruit bij zijn vrouw. Vreselijk heeft hij het gevonden. Wat is hier gebeurd? En die Mordechai, die heeft mij deze streek geleverd. Nou, zegt zijn vrouw, wind je niet zo op. Zorg dat die man gewoon naar die galg komt die je voor hem hebt klaargemaakt. En dan is alles afgelopen. Hij zal uiteindelijk toch de dood sterven. Ondertussen komen de hofbeambten komen daar naartoe om Haman op te halen, om de maaltijd te gaan gebruiken met de koning en de koningin, zoals Esther dat voorgesteld had. En dan als ze samen aan tafel zitten, dan krijgt Esther het woord. En dan vertelt ze aan de koning wat de plannen van Haman zijn. En dat hij het hele volk van de Joden wil uitroeien. En zegt ze, daar ben ik er ook een van. De koning ontploft. En Haman, ja, je zou de geschiedenis moeten lezen, maar Haman die wordt meteen daarna opgehangen aan de galg die hij heeft laten maken voor Mordechai. Hoofdstuk 7 kun je het lezen. Als je die geschiedenis even op je in laat werken, wat een macht. Wat een machtspelletje spelen hier zo. En wat zijn mensen bezig? Haman vooral met zichzelf. En Esther is ook met macht bezig, maar die is bezig voor een ander. Haman en Esther. Beide zitten ze in dit verhaal, in deze geschiedenis. Ze krijgen allebei macht. Ze hebben allebei een bijzondere positie. Ze hebben allebei invloed. Haman misbruikt zijn macht en hij gaat tegen Gods wil in. En hij is gericht alleen op zichzelf. En hij gaat uiteindelijk aan zichzelf ten onder. Maar Esther. Esther heeft ook macht. En ze gebruikt die macht, haar invloed en haar positie om een heel volk in leven te houden. Om anderen te dienen. En dan moet je kijken wat ze dan uiteindelijk zegt in vers 16 van hoofdstuk 7 is dat denk ik. En dan staat er, als ik dan omkom, dan kom ik om. Dat vind ik zo indrukwekkend dat ze zegt, oké, als mij dan iets overkomt, dan wil ik dat allemaal neerleggen om uiteindelijk mijn volk te dienen en in het leven te houden. Je kunt ook de klemtoon nog iets anders leggen in deze tekst, zodat er staat, als ik dan omkom, dan kom ik maar om. Met andere woorden, het gaat niet meer om ik. Dat ik, dat is helemaal afgelopen. Maar de positie die ik mag hebben, die gebruik ik helemaal ten dienste van mijn volk en tot zegen van anderen. En mijn vraag aan jou is, en aan u is, in welke positie je ook bent, hoe ga jij om met je macht? Hoe ga jij om met je invloed? Hoe ga jij om met je positie? Ben jij een Esther of ben je een Haman? Hoeft u aan mij niet geen antwoord te geven. Het zou confronterend zijn. Ja, ik ben Haman. Maar als je diep in je hart wel wat van die trekjes van Haman herkent, en wie herkent ze eigenlijk niet? Want we zijn allemaal mensjes die met ons ego te maken hebben. En voor we het weten zitten we in dat rolletje van Haman. Dan kun je zeggen, ja, dat was een grote slechterik. Maar voor je het weet, pas op, het zit in ons eigen hart. Maar we hebben ook gezien vanmorgen van Esther, hoe zij ermee omging. Ben jij een Haman of ben je een Esther? Op deze aarde is er één persoon geweest, lieve mensen, die op een ultieme manier heeft laten zien hoe God macht bedoeld heeft. Jezus van Nazareth, hij kwam uit de hemel, waar hij de hoogste positie had, maar hij was bereid
om zijn macht volledig ten dienste te stellen van de mensen. De Bijbel zegt daarover in Filippenzen 2 vers 8 tot 11, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader, als het om macht gaat. Dan zien we bij Jezus hoe macht echt bedoeld is. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de kruisdood. Je moet even bedenken dat toen Jezus ter wereld kwam, toen was er een machthebber, Herodes, die heeft hem geprobeerd uit te schakelen door alle kinderen uit te moorden in Bethlehem. U kent die geschiedenis. Machtsmisbruik. En het is een wonder dat Jezus in leven is gebleven. Maar aan het einde van het leven gebeurt weer precies hetzelfde. Dan is er een Pilatus, die ondanks alle onderzoeken die hij verricht moet ontdekken, er is geen schuld in hem en toch laat hij Jezus kruisigen. Wat een machtsmisbruik. Jezus is aan dit machtsmisbruik gestorven toen hij zijn leven gaf aan het kruis. Hij zei, voor al dat machtsmisbruik op deze aarde, voor al die keren dat mensen hun macht niet gebruikt hebben op de manier zoals ik het bedoeld heb, zoals God het bedoeld heeft in de schepping, daar geef ik mijn leven voor. Voor al diegenen die ook misschien vanmorgen moeten zeggen, o, Heere God, ik heb mijn macht misbruikt. Ik ben op een verkeerde manier met mijn kinderen omgegaan. Ik ben als werkgever verkeerd geweest ten opzichte van mijn werknemers. Ik heb meegedaan aan politieke spelletjes waar ik nooit aan mee had mogen doen. Ik ben op mijn bedrijf bezig geweest met machtsmisbruik. Ik heb in mijn wijk heb ik macht misbruikt. Waar je ook je macht hebt misbruikt, vanmorgen is de Heere Jezus hier zo en hij zegt, ik ben voor al dat machtsmisbruik gestorven aan het kruis. Ik heb mijn leven ervoor gegeven. En als je jouw zonde aan mij beleidt, dan is er vergeving. Ook voor al die dingen die jij hebt misdaan. En daarom mag je komen tot hem. En je mag het allemaal tegen hem zeggen. En je mag om vergeving vragen. Jezus, hij die alle macht had in de hemel en op de aarde. Hij liet het zien. Hij had macht om demonen uit te drijven. Hij had macht over de zee en over de wind. Hij had macht om zieken te genezen, maar hij kwam om te dienen. Hij kwam om te bukken. Hij kwam om te buigen. Hij zorgde voor de mensen. Hij diende de mensen als geen ander. En Jezus zegt in Matthäus 20, vers 25 tot 28, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen, maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Wat een voorbeeld, lieve mensen, in de Heer Jezus Christus. Zonder God wordt macht een afgod. Ieder van ons heeft met macht te maken. En hoe kun je voorkomen dat macht voor jou een afgod wordt? En misschien zeg je ja, maar hij is het voor mij al, want het draait allemaal om mezelf. En ik ben daar zo vaak mee bezig, met mijn naam, met mijn eer, met het verhoogd worden en het vergroot worden van mezelf. Als de mensen het maar over mij hebben op een positieve manier. Ik wil graag de eer krijgen. Ja, het zijn van die dingen die ons zo inzitten. Hoe kun je die afgod onttronen? Dat kun je doen door je te buigen voor Jezus Christus, die alle macht heeft in de hemel en de aarde. Door je zonde aan hem te belijden en om vergeving te vragen. En vanaf nu, je krijgt de kans, door je positie, door je referentie, waar ik mee begon, door je deskundigheid, door je informatie,
en door je middelen in te zetten naar de wil van God. Tot opbouw van de ander en tot de eer van God zelf. Als je zo gebruikt wat God je heeft gegeven, en als je zo alles wat God je in handen heeft gelegd weer mag gebruiken om de ander te dienen, dan mag je God de eer daarvan geven. Macht is niet van jou. Je krijgt het van de schepper van de hemel en van de aarde. En je zult er vroeg of laat ook rekenschap van moeten afleggen wat je met macht hebt gedaan. Ook de wereldleiders, ook de regeringsleiders. En wie dan ook de werkgevers en allen die macht hebben gekregen. Maar ook jij als ouder in je gezin en als kind ten opzichte van je ouders. Iedereen van ons waar we met macht te maken hebben gehad, zullen we rekenschap moeten afleggen hoe wij met macht zijn omgegaan. Is dat geweest tot eer van God en tot het dienen van de ander? Of ging het om onszelf? Voor ik afsluit. Denk even een paar minuten na. En ik ga u daar zo meteen even de tijd en de stilte voor geven. Denk even een paar minuten na. Over hoe jij jouw positie. En dat is maatwerk. Hoe jij jouw positie in de wijk. In je gezin. Op je werk. En waar dan ook. Hoe jij jouw positie. Je invloed die je hebt. Je deskundigheid waarmee je misschien wel te koop loopt. Je informatie. Die je over anderen kunt geven. Of je middelen die je kunt verstrekken. Hoe kun je met deze dingen die God jou gegeven heeft, hoe kun je die in deze week inzetten om iets goeds te doen voor een ander? Hoe kun jij jouw macht gebruiken in deze week om iets goeds te doen voor een ander? En maak het even heel concreet. Je hoeft geen 10 ideeën te bedenken, maar bedenk er 1. Hoe kan jij je macht die je van God gekregen hebt in deze week ten goede doen komen voor zijn schepping, voor de ander, en daarmee God de eer te geven. Dan moet je ik van de troon. Misschien is dat wel waar je van de week hard aan moet werken. Mijn ik van de troon. Breng elke vorm van macht weer terug onder de autoriteit van de schepper van de hemel en van de aarde. En kijk dan eens hoe God jou kan zegenen. Denk er even een paar minuten over na. En Bertel die zal waarschijnlijk even een hele rustige achtergrondmuziek opzetten. En bedenk even wat God nu op je hart legt om dit concreet handen en voeten te geven.